Welkom in de duurste straat van de regio Rijnmond. Een huis kost hier gemiddeld 1,5 miljoen. Dit blijkt allemaal uit cijfers van onroerend goedspecialist Calcasa. De straat is in Rotterdam-Kralingen. Maar weten buurtbewoners over welke weg of laan het gaat? Ik denk dat het de Rosenburglaan is. In Kralingen denk ik de Hoflaan, denk ik. Bijna goed, de Vijverlaan. Oh ja, precies. De Vijverlaan. Die hebben nog die vijver daarachter natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. En de goedkoopste straat, waar denk je dat die is in Rotterdam? Oh, dat zou ik echt nooit kunnen raden. Ergens Rotterdam-Zuid, neem ik aan. Ja. De goedkoopste straat ligt inderdaad op Zuid, in de Tarwewijk. Het is de Wuisterstraat. Een woning kost hier gemiddeld 1 ton. Wat is dit voor een straat? Een hele fijne, vergeten straat. Ik woon hier nu 35 jaar. En ik ben nu noodgedwongen, anders had ik hier tot mijn dood blijven wonen, noodgedwongen om het te verkopen aan de gemeente. Omdat ze er eensgezinswoningen van gaan maken. Daarom is het de goedkoopste straat van Rotterdam? Ja, ze willen er heel goedkoop van afkomen en dat is gelukkig bij ons niet gelukt. Ja, dus ik ben er netjes van afgekomen, laat ik het zo zeggen.